Mooi hè, Maastricht? In het zuiden van Limburg. Een prachtig stukje Nederland. Ja, daar zijn wij Limburgers bijzonder trots op. Maar deze video gaat toch over het tandheelkundig centrum De Drietand, hoor ik u denken? Inderdaad, De Drietand. Onder leiding van drie tandartsen. Elsa, Tim en Dennis. Zij studeren samen. En weet je, hun veelzijdige praktijk bestaat al meer dan 15 jaar. Het is een begrip in gans Maastricht. Het hele team van De Drietand ontvangt alle patiënten met... ja, een glimlach. Natuurlijk, hier wordt ook geboord. Maar... We doen nog veel meer, want we doen alles onder één dak hier. Daarbij moet je denken aan de implantologie, kronenbrugwerk, kronenfacings, digital smile design, maar ook de orthodontie. U hoort het, Pim is een prater. Maar gelukkig krijgen de bezoekers van De Drietand ook ruimschoots de tijd om hun verhaal te doen. Niet dus. Geintje natuurlijk. Zo doen we dat in het zuiden. Waar u, indien gewenst, wordt aangesproken in uw eigen Limburgs dialect. Goedemiddag, ik heb een afspraak. Jantje naar Drijf. En wie is de naam? En waar de vlaai op tafel staat. Met de tandenborstel ernaast. Want ja, blijven tandartsen natuurlijk. Ze zijn heel lief. Ik vind het belangrijk dat ze gewoon je vertellen wat ze aan het doen zijn. Ja, ik heb eigenlijk nooit pijn daarna. Ja, het zou mijn buurman kunnen zijn die dit advies geeft. Ze voelt zich wel meteen om zich gemaakt als ze binnenkomt. En zo is het. De Drietand, met kundige en gediplomeerde medewerkers, is uitgegroeid tot een toonaangevend tandheelkundig centrum in de regio. We zijn vooruitstrevend en we proberen ons altijd te verbeteren. In onze praktijk gebruiken we natuurlijk de nieuwste technieken en materialen. En daarnaast vinden we het heel belangrijk dat iedereen die hier werkt goed is opgeleid. De Drietand blijft in beweging, al meer dan 15 jaar. En zeg nu zelf, dit centrum verdient toch de titel Tandartspraktijk van het jaar? Alsjeblieft en bedankt!